Dames en heren, hartelijk welkom bij deze zaterdagmiddagmuziek. Wat heerlijk om u allemaal in zo'n grote getale, mag ik wel zeggen, weer te zien. Want het is lang geleden dat we met zoveel bij elkaar hier hebben gezeten. En ook nog zonder mondkapjes en zonder afstand. We hopen natuurlijk allemaal dat dit zo blijft. Wat ook blijft, is de collecte aan de uitgang. Heel belangrijk voor het voortgaan van deze serie. U kunt geld geven in de schalen die daartoe ter beschikking staan. U kunt ook gebruik maken van de pinzuil aan de uitgang. En u kunt, en dat geldt zeker ook voor de mensen die naar ons kijken en luisteren via de livestream, want dat gaat ook nog wel even door voorlopig. U kunt ook geld overmaken op een rekeningnummer dat u zo af en toe in beeld ziet verschijnen. En verder nodig ik jullie natuurlijk ook van harte uit om donateur te worden van onze mooie zaterdagmiddagmuziek. U heeft ook een nieuwe brochure gehad voor de concerten van de maanden maart, april. U ziet al dat volgende week een concert plaatsvindt, kamermuziekconcert rond muziek van Georg Philipp Telemann. En vandaag is het het laatste concert in een serietje rondom Rafe Vaughan Williams, die dit jaar 150 jaar geleden geboren is. Het is zeer rondom vanmiddag, want van de man zelf klinkt er geen noot. Maar wel van allemaal andere componisten van Engelse bodem. U hoort eerst iets van Percy Whitlock. Dat is een wat tragisch figuur. U ziet dat hij niet oud is geworden. 42 jaar, hij had tuberculose. Hij was vooral ook theaterorganist, maar daarnaast ook kerkorganist. U hoort dat af en toe een beetje, dat theaterkantje van hem. En vanmiddag hoort u ook een orgelwerk, eigenlijk zijn bekendste orgelwerk, de Plymouth Suite. Het is een beetje aan het eind van zijn leven geschreven. Vorige keer dat ik speelde hoorde u een aantal kortere stukken, waar je nog duidelijk de laatromantiek hoort. En hier hoor je alweer invloeden van, ja, van Fauré, van Maurice Ravel, eigenlijk een beetje de Franse richting. Dan van Perry, een koraalvoorspel, een koraalprelude over Eventide. Dat is de bijnaam, zoals vele Engelse koraalmelodie een eigen naam hebben, is dit de bijnaam van een zeer bekende melodie voor ons. Althans, de meesten zullen hem kennen als Abide With Me, Blijf Bij Mij Heer. Ik luisterde vroeger heel graag naar een uitvoering van Feike Asma van het scherzo van William Thomas Best. En ik heb dat stuk onlangs om de kop getikt en ik heb ontzettend veel zin in om dat vanmiddag voor u te gaan spelen. Het is een stuk van een componist van wie je eigenlijk verder nooit iets hoort, maar het is echt een enorm spetterstuk, knalstuk, waar we allemaal veel plezier aan zullen beleven, denk ik. En dan tenslotte een monument van James Healy Whillen. Ook een Britse componist die wel een groot gedeelte van zijn leven in Canada heeft doorgebracht. Hij schreef in 1916 deze introductie, Pascalia en Fuga. De naam wijst er al op dat hij behoorlijk onder invloed was van Max Reger, die ongeveer in diezelfde periode is overleden. En je hoort in dat stuk, dat echt typisch laatromantisch muziek is, eigenlijk heel veel componisten langskomen. Je hoort af en toe Elgar en daar verschijnt Brahms en dan verschijnt Reger en Bach komt natuurlijk ook op de hoek kijken. En het is een werkelijk enorm spektakelstuk dat echt een meesterwerk kan worden genoemd. Ik hoop dat u er veel plezier van heeft. Veel genoegen.